Misschien hebben we het hier het genoegen. Met Sino Joep en zijn zoon. Hoe heet hij? Obeid. Nou, dat kan ik niet beter uitspreken. Is het een Feyenoord supporter of een Utrecht fan? Nog wel een Utrecht fan, maar ik denk dat hij papa binnenkort weer gaat volgen naar Feyenoord. Zo werkt het dan toch, hè? Hey, we zagen wat emotie volgens mij bij jou, of niet, bij je wissel? Ja, anders zou ik geen mens zijn. Als dit je niet raakt, dan weet ik het ook niet. Dus het heeft me zeker geraakt en het heeft wat met me gedaan. En, maar ja, moet je eens voorstellen dat je hier al jarenlang speelt en zoveel heb kunnen bereiken met deze mooie club. En in moeilijkheden gezeten en ook mooie momenten meegemaakt. En als je dan ziet hoe je dan eigenlijk een soort van een afscheid van je wordt genomen, dan is dat echt prachtig. Ik heb volgens mij geen meisjes zien zitten. Iedereen stond. En, dan doet het wat met je. Ondanks dat de play-offs dus nog komen. Ja, klopt. Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, ik weet dat voor mij de competitie hier eindigt bij FC Utrecht. En met pijn in mijn hart moet ik ze verlaten. Maar goed, dat is voetbal. Morgen overmorgen eindig je in het buitenland en dan ben je weer vergeten. En staat er weer een nieuwe jongen op. En ik denk dat deze club dat zeker kan doen. Je hebt toch geen spijt, zeker? Nee, het spijt niet, want het is een carrière. Ik bedoel, het zou niet goed zijn voor mij om alleen maar bij FC Utrecht te zitten. En dan zit ik te veel in mijn comfortzone en dan ga ik mezelf niet ontwikkelen. En nu maak ik een stap die iedere jongen wil maken en dat is de top 3 van Nederland. En ik weet zeker dat ik daar me verder kan ontwikkelen en ik ben blij dat de supporters mij dat ook gunnen. Het is me wel eens opgevallen dat veel mensen denken dat jij, net als bijvoorbeeld Anouar Kali, een Utrechter bent. Maar je bent Amsterdammer, hè, voor de duidelijkheid. Klopt, ik ben Amsterdammer, ja. Maar die wel in het hart gesloten is. Ja, klopt. Ja, maar ja, weet je zit er al zo lang. Ik heb de jeugd elftallen meegemaakt. Ik heb moeten strijden om een plekje te winnen hier bij FC Utrecht. En met alles wat ik had geprobeerd natuurlijk de ploeg te helpen en van waarde te zijn. En uiteindelijk is dat zeker gelukt en de supporters waarderen dat en krijg je dit voor terug. En, ja, ik denk dat dit het mooiste wat er is om zo afscheid te nemen, denk ik. Helder, nog 2 dingen. Jullie winnen van VVV vandaag. Winnen gaat niet zo makkelijk de laatste periode. Is belangrijk om de play-offs op deze manier in te gaan. Je gaat trouwens spelen tegen Heerenveen. Wat wordt dat? Ik denk dat het een betere wedstrijd wordt dan vandaag. Want over het algemeen hebben wij denk ik gedomineerd deze wedstrijd. Veel kansen gecreëerd, alleen niet gescoord. Dat is doodzonde, maar het was best wel moeilijk voetballen. Want zij bleven ook best wel hangen achterin en wachten op dat ene momentje. En bij Heerenveen is dat totaal niet het geval. Want dat is gewoon de ploeg die ook graag wil voetballen. En dan kan je wel eens een leuke wedstrijd te zien te krijgen. En ik denk dat wij dan genoeg kwaliteit hebben om dan de wedstrijd te winnen. Je verwacht het niet uit de mond van een Utrechter. Het WK, ga je dat halen? Is daar al duidelijkheid over? Hoor je wel eens iets van die bondscoach nu? Ja, de laatste keer dat ik hem had gesproken zei hij dat hij me nog steeds volgde. En hij wenste me toen nog succes met mijn blessure. En ik ben blij dat hij nog even een berichtje stuurde dat hij mij volgt. Kun je er iets over zeggen? Hoeveel procent zit je? Nee, als ik het zou weten dan had ik het gedaan. Maar ik weet het echt niet. Ik zou het echt niet weten. Dat is natuurlijk ook de vorm, hè. Wat de andere jongens doen. Ik bedoel, niet iedereen eindigt het seizoen heel goed. En dan kan hij wel eens een keuze maken waardoor ik dan wel binnen de boot val. Zijn die play-offs wat dat betreft belangrijk voor jou persoonlijk ook, om je daar te laten zien? Ja, maar voor mij is het allerbelangrijkste dat FC Utrecht een Europees ticket krijgt. Want dan heb ik echt een waardig afscheid.